Jos, de wedstrijd tegen Fortuna staat alweer voor de deur. En ik heb het idee dat er gevoelsmatig steeds meer een ommekeer komt in het sentiment. Zowel binnen de groep als daarbuiten. Heb jij dat ook? Ja, kijk, Emmen was al een mooi klein stapje. 0-0, dat is geen winst, geen drie punten. Maar we hadden het gevoel, we maken wel een mooie stap nu in die volwassenheid. Dan is Sparta dan een hele zure tussenin. Waar ik blij vind dat Sparta natuurlijk ook veel hoger staat uh, dan mensen bij de naam Sparta misschien denken. Maar dat de manier waarop we tegenkosten kregen, ja, die is vooral heel vervelend geweest. Maak je dan nu zo'n belangrijke pot op deze manier wint, is wel echt een boost voor het zelfvertrouwen. Ja, dat doet heel veel goed. Als je zo lang niet gewonnen hebt en uh, dan met 0-1 kan winnen, 0 ook houden. En dan uh, drie punten kan pakken in een, uh, ja, eigenlijk een degradatiekraker, dan uh, doet dat heel veel goed. Hoe heb jij uh, die wedstrijd beleefd? Want het hoeft niet meer mooi. hè? Nee, zeker niet uh, op zo'n veld. En uh, met toch twee ploegen die uh, eigenlijk moeten winnen. Om, uh, om een beetje omhoog te kijken. En uh, ja, dan gaat het vooral om uh, duelleren. Niet je ervoor gooien. En dan hoeft het niet meer mooi, maar gaat het vooral om uh, resultaat. Een beloning en een mooie positieve week. Want uh, deze week uh, is ook Ben Rienstra erbij gekomen. Hoe mooi is dat uh, hij er nu bij zit? Ja, en wat ik, heel mooi Wat ik eigenlijk het meest mooi vind: dat hij zichzelf bij mij gemeld heeft. Met de opmerking van: uh, ja, ik wil echt graag helpen. Uh, wisselspelen, basisspelen, middenvelden, achterin, maakt niet uit. Ik ben heel gretig, ik wil nog lekker voetballen. Dus als ik kan helpen, dan help ik graag. Ja, dat je zo'n speler bij je club kan hebben. die echt graag wil, dat vind ik belangrijk. We moeten gasten hier hebben die voor de club willen vechten. Die van uitdagingen houden. Die ook kunnen denken, ja, 18e, 17e plek, zoek het lekker uit. Nee, die toch zeggen ze, maar hier, Ben. Kom maar, kom maar met die uitdaging, ik ga hem graag aan. En zulke mensen hebben we hier nodig. Wat merk je al van hun toevoeging aan de groep? Ja, heel veel. En vooral heel veel kleine dingen. Dat zijn de gesprekken die ze voeren. Uh, als ze een partijtje spelen. Hoe ze de rest van het team meenemen in het winnen. Hoe ze praten met jongens die minder ervaring hebben. We hadden het net even over binnen met de andere mensen van de pers. Ja, Ben is 300 plus wedstrijden eredivisie. Dat zijn zoveel wedstrijden. Dat is zoveel ervaring die je kan delen met spelers. Zoveel slimmigheid. Maar ook het omgaan met druk. Met uh, winnen, verliezen. Ja, dat zijn zoveel kleine dingen die bij elkaar heel veel waarde hebben. En hij kan uh, zondag dus ook al mee uh, richting Fortuna. Hoe belangrijk is dat, dat hij fit is? Ja, dat is voor ons heel belangrijk geweest. Want toen ben ik mij berichten, had ik geen twijfel over zijn inzetbaarheid als speler, hoe die was. Maar ja, hoe is die nu? Dus een week trainen heeft ons heel veel duidelijkheid gegeven: dat hij heel fit is. Hij heeft drie keer per week getraind bij een tweede divisieclub. Hij heeft ook twee oefenwedstrijden daar, daar gespeeld. Dus hij heeft gewoon een prima voorbereiding gedraaid. Dat is geen eredivisievoorbereiding. Dus denk niet gelijk een anderhalf uur elke week spelen. Maar inzetbaarheid 100 Ja. En je noemde ook iets, uh, dat hij fit is, dat is soms ongrijpbaar in een groep. Maar dat helpt natuurlijk wanneer hij iets over wil brengen op anderen, denk ik hè? Ja precies, want de leiderschapsrol die wij voor hem zien binnen en buiten het veld... Ja, ...die kan hij zeker vervullen met zijn ervaring en zijn kennis. Maar je moet zelf ook een goed niveau hebben. Want anders word je een beetje het opaatje dat iedereen komt vertellen hoe het leven werkt. Maar mensen zeggen ja, maar als je zelf geen bal goed raakt, let lekker op jezelf. En dat, daarom wilden we hem even zien op het trainingsveld. Maar eigenlijk na één dag zagen we al, hij is fit, hij is al gelijk aan het praten. Binnen twee dagen wist je ook alle namen, was met iedereen bezig. Ja, dat wil je zien. Want dat kan zelfs op de achtergrond, zonder misschien zichtbaar te zijn voor de buitenkant, al heel veel invloed hebben op de spelersgroep. Ja, dat zijn weer andere spelers, spelers die we nog niet hadden. Met hun ervaring kunnen ze heel veel toevoegen al buiten het veld. Maar ook uh, verwacht ik binnen het veld uh, qua ervaring en qua kwaliteit ook gewoon om, uh, om dat toe te gaan voegen. Merk je dat uh, direct? Ja, natuurlijk. Uh, kijk, Mimoune heeft nog niet heel veel meegetraind. En Ben is er net drie, vier dagen. Maar je merkt wel in de coaching. In, in allerlei zaken wat je ook verwacht. Dat, dat dat ook zo is. Voor wat betreft inzetbaarheid. Uh, Maulin en uh, Jacob zijn, uh, zijn er niet bij. Is Mahi uh, al fit genoeg? Nee, Mahi is voor deze zondag echt nog te vroeg. Hij heeft deze week voor het eerst met de groep getraind. Ja, en hoe graag we ook willen. Hoe graag hij ook wil. Uh, het gaat veel sneller dan we denken. Dus uh, we zijn wel heel positief over de komende weken. Zonder dat ik nu een datum heb te plakken. Ben ik stiekem natuurlijk aan het pushen voor de eerstvolgende wedstrijd? Want dat doe je als trainer. Maar het moet wel uh, realistisch zijn. Er moet ook niet een bestuurkans leven van ja, je gaat te vroeg starten, blessuren En een maand of misschien wel anderhalve maand moeten wachten. Dus een heel dun lijntje waar we op balanceren. Waar we heel gaan duwen zijn naar speeltijd. Maar deze zondag is nog te vroeg. Wat zou het mooi zijn om die drie punten van Groningen te verzilveren tegen Fortuna? Hè? Ja, en ja, na Sparta hebben we uh, met elkaar duidelijk gesproken dat linksom, rechtsom, lelijk, mooi het allemaal niet meer uitmaakt. Zes punten, dat is de taak, dat is de opdracht. En de groep heeft daar heel goed gegeven afgelopen donderdag. Maar het is maar de helft van het antwoord. De andere helft moet zondag komen. Die hebben nu 2-0 gewonnen van Herenveen. Die hebben een sterke wedstrijd afgeleverd. Dus die komen ook met een goed gevoel hierheen. Uh, alleen ik denk dat wij thuis met het publiek wat we voor de 0-1 vooral tegen Sparta voelden. Als je dat uh, over 90 minuten kan doortrekken en uh, dan niet achterkomt maar juist een keer 1-0 voorkomt. Dat het een uh, hele mooie middag kan worden.